We zijn vandaag bij de Graafschap. We zijn hier momenteel in het supporterscafé van de Graafschap om precies te zijn. En we gaan hier lekker sporten. Bij het project Eurofit ga je 12 weken lang werken aan een gezonde leefstijl. En dat houdt in dat je iedere week 90 minuten naar jouw favoriete club toe gaat om daar enerzijds te sporten en anderzijds te leren over een gezonde leefstijl. Dat is natuurlijk lekker laagdrempelig. Er wordt ingegaan op zitten, meer bewegen en gezonder eten en gezonder drinken. De Graafschap heeft eigenlijk de missie, geen achterhoek aan de zijlijn. Dus wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat de mensen in deze regio gewoon gezond zijn, zich gehoord voelen, zich ook lekker voelen. Het programma heeft echt het effect dat ik me nu al fitter voel, na 7 keer. En dat ik uit mezelf meer bezig ben, nog bewuster ben met bewegen, met mijn stappen, met mijn voeding. En daar was ik ook naar op zoek. Dus dat is echt heel positief. Nou, wat we tot nu toe hebben gezien in de wetenschappelijke studie, is dat de deelnemers minder zitten. Ze bewegen gemiddeld 800 stappen per dag meer. En er is ook onderzocht dat de deelnemers gezonder eten. Dus meer stuks fruit, minder vet en minder suiker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat sport en zorg met elkaar samenwerken, want we hebben hetzelfde doel om Nederland een stukje gezonder te maken. En ik weet zeker dat we via sport andere mensen kunnen bereiken en het ook een stuk leuker kunnen maken om aan je gezondheid te werken. Ik denk dat het wel echt heel erg belangrijk is dat wij als voetbalclub ook zoiets aanbieden. Omdat wij ook een bepaalde kracht hebben die niet in een sportschool geldt. We vervangen geen sportschool, maar we zijn eigenlijk een extraatje.